gastheer van vandaag is Haptamoe de Hoop. Ja, dan zijn we weer met een nieuwe Waarom Daarom. Vragen die in 1 minuut zijn uitgelegd, te beantwoorden of opgelost. En de vraag van vandaag is... Ja, waarom zeggen ze altijd dat zwarte katten ongeluk brengen? Katten leven al heel lang in de buurt bij mensen. In veel oude culturen geloofden ze dat katten bovennatuurlijke krachten hadden. De Germaanse godin Freya reed rond in een wagen die getrokken werd door katten. En de Egyptenaar hadden zelfs een kattengodin. Toch was de kat als huisdier niet echt populair. Katten kwamen niet in huis, maar leefden buiten of in de schuur om muizen te vangen. De zwarte kat mocht zeker niet binnenkomen. Zwart is de kleur van de nacht. Heksen en duivels zouden 's nachts in de gedaante van een zwarte kat kinderen ontvoeren. Als een zwarte kat doodging in je huis, dan bleef de duivel achter. Daar zat natuurlijk niemand op te wachten. Gelukkig begon de kat zo rond 1900 een iets beter imago te krijgen. Je zag steeds vaker schattige kattenplaatjes. Maar dat waren meestal lapjeskatten, want die brengen juist geluk. Vandaag de dag weten we wat beter. Het is natuurlijk onzin om bang te zijn voor zwarte katten. Toch blijkt uit cijfers van de dierenbescherming dat zwarte katten nog steeds minder gewild zijn dan hun kleurige soortgenootjes. En waarom? Dat weten we niet. Waarschijnlijk vinden mensen het gewoon minder mooi. Smaken verschillen natuurlijk, maar moet je kijken wat voor zwarte schatjes er in het asiel zitten. Ik zou het wel weten. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende Waarom Daarom.